autodelen en vastgoed zijn echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je kijkt naar een nieuw project, als er woningen moeten worden gebouwd of kantoor of winkels, dan is mobiliteit altijd een issue. En autodelen is dus een heel belangrijk onderdeel van een beslissing ook om nieuwe projecten te starten. Die ruimte waar je de auto laat, die wordt steeds schaarser. En daarnaast onze klanten vragen er ook om. En dan is de combinatie van autodelen en dan de elektrische autodelen twee keer, dus 1 en 1 is 3. En aan de andere kant zie je dat de intensiteit van gebiedsontwikkeling steeds hoger gaat worden. Dus steeds meer woningen op een kleinere stuk grond. Dus dan moet je ook andere vormen van mobiliteit verzinnen.